Ja, dan is het nu toch echt wel tijd voor die Walibi-filmpjes. En jij kan namelijk kans maken om helemaal voor noppes in Walibi te verblijven. Namelijk van 13 tot en met 28 oktober organiseert Walibi de Halloween Fright Nights. En jij kan daar dus bij zijn. En dat betekent dat je gewoon lekker kan genieten van het park, van het spookhuis. Je krijgt een ontbijtje erbij. En dat maar voor 2 personen. Hartstikke leuk lijkt mij. En dit is wat je kan verwachten. Damien Wasser, geniet ervan. Vorig jaar werd 5% van de mensen afgevoerd. Ik heb het over Walibi Fright Night. En achter mij ligt dorp Harvest. En daar lopen 200 acteurs rond om jou en mij bang te maken. Nou vraag ik me natuurlijk af of we bang worden van een nepspook. Maar we zullen het zien. Dorp Harvest, in 1913, was dat helemaal uitgeroeid door een epidemie. Alle mensen dood. En die mensen die zijn nu in Club Roxy. En daar ga ik met ze feesten. Het zijn nu zombies geworden. Zweren, bulten, vele builen. En je kan hier nergens schuilen. Help me. Help me, dat kan. Hier is dus Club Roxy en alle zombies uit dorp Harvest zijn hier nu aan het dansen. Dus een dance event eigenlijk wel. Ik ga partyen. Maar je ziet elke keer niet wat er, dit is het begin, hè? Je ziet elke keer niet wat er aan de linkerkant komt. Maar hier zie je dus echt helemaal niks. Je moet even naar binnen. Kijk. Ik ben hier volgens mij een keer eerder geweest. Zie ik nu. Ja, daar ja. God. Ik zou toch zweren dat ik daar een keer eerder ben tegengekomen in dit gebied. Maar... vind je het eng? Ja, mijn vrienden zijn een stukje verder, maar ik... Oh, loop maar bij hun mee. Nee, weet je wat? Loop maar met mij mee. Dat is helemaal goed. We komen hier samen wel doorheen. Ben je echt niet van hier of wel? Ja, sorry. Nee, sorry. Oh nee, wat een... Nou, dit was dus de club. Ik ben nu buiten. Nou, ik heb alles meegemaakt. Ze hebben me wel redelijk geschrokken. Maar er is één angst die ik nog niet heb overwonnen in mijn leven. En dat is de achtbaan. Ik ben nog nooit over de kop geweest. Misschien weet je het, ik heb zware hoogtevrees. Dus dit wordt wat. Walibi Fright Night. Vette shit. Nou, Damien die had het helemaal naar zijn zin daar. En als jij er ook wel bij wil zijn bij de Halloween Fright Nights, dan kan dat. Want wij geven 12 keer zo'n arrangement weg, zodat je daar ook daadwerkelijk kan slapen. En dat doen wij verdeeld over deze aankomende 2 weken. Ik geef er nu al 4 weg. Dit zijn de mensen die dus naar de Halloween Fright Nights gaan. Jitske Malman uit Zeist. Sydney van Slingerland uit Sneek. Dan hebben we ook nog Marlies van der Schoor uit Zaandam. En Salena Majid uit Almere. Jullie zijn erbij, wil jij er ook bij zijn? Dan moet je dus gaan naar tmf.nl, druk op win. En wie weet, win jij ook daadwerkelijk. Straks heb ik dus live hier in de uitzending Jan Smit. Dus ik denk...